Sebastian Burkhardt verrast ons met niet één, niet twee, maar zelfs met drie werken. Sebastian heeft geschetst, Sebastian heeft geschilderd, een geschilderde schets wellicht. Ze kunnen individueel bekeken worden, maar ook als groep. Ze hebben iets met elkaar te maken, maar het zijn allemaal gedachtes. Over vorm, over kleur. Over een gemoedstoestand. Kleur helpt je met het duiden van waar je naar kijkt. We zien het al gauw als een lucht. Waar iets van boven naar beneden doorheen schiet, bliksemachtig. Tweezijdig, want ook aan de achterzijde is Sebastian bezig geweest met het noteren van een ingeving. Ik zie er een struikachtige vorm in en een soort grote blauwe zonwolkachtige massa. Daarmee krijgt het een bepaalde sfeer, door de vormen, door de kleuren. Bij de middelste is het niet veel anders. Ik moet aan natuur denken, maar ook aan natuur in een tuinachtige omgeving met hekken, stenen, beweging. Naar mijn idee zit er ook wind in. En die wind doet takken bewegen. En hier zijn we opeens buiten of binnen, maar met een dier. Een katachtige die ergens van afspringt, ergens naartoe wil gaan. In een binnenruimte. Heel raak, heel basic. Neergezet met maar een paar lijnen en een paar kleuren. Tot slot een takachtig vormpje, een kaal veldje. Ergens in de onderhoek een bouwseltje. En ik zie een bekende, weer een hekachtige vorm. Vervaagd als bij een foto die bewogen is. Hij reageert ook. Op de plooien van het medium waar hij op heeft gewerkt, het karton. En gaat opeens op een andere manier dat bewerken met een arcering. En aan de achterzijde zien we de kleuren zoals ik bij de kat die ook zag. Maar nu zijn we inderdaad in een binnenruimte, overduidelijk met iemand die aan het waken is. Of aan het nadenken. Het kan dus van heel klein naar heel groot gaan bij Sebastian. Sebastian komt uit Paaslo en doet mee in Zwolle. Dankjewel, Sebastian.